Met de interlandperiode achter de rug bereiden de spelers van PEC Zwolle zich voor op de wedstrijd van zondag tegen FC Twente. En dat gebeurt met het vertrouwen dat geput is uit de wedstrijd van twee weken terug tegen ADO Den Haag. Kun je wel merken, vind ik. Alleen wat je het echt kunt merken is dan in de eerste echte wedstrijd. En ja, dat moet zondag dan gebeuren natuurlijk. We hebben zeg maar hard gewerkt zeg maar, tot aan de eerste drie punten eigenlijk. En elke keer was het net niet. En we zijn blij dat we van ADO daarna gewoon drie punten hebben gepakt. En tweede helft gewoon goed niveau hebben gehaald. Mustafa Saimak maakte tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag weer zijn rentree in het eerste elftal van PEC Zwolle. De middenvelder hoopt het blessureleed nu achter zich te laten en zich te kunnen gaan richten op het spelen van hele wedstrijden voor PEC Zwolle. Als speler hoop je daarop en je wil gewoon fit blijven. En dat is ook mijn doel, want afgelopen jaar zeg maar, heb ik weinig tot niks gespeeld. En ik wil dit jaar gewoon fit blijven tot aan het eind van het seizoen en belangrijk zijn voor het team. Ja, in deze wedstrijd ken je een goede invalbeurt. Hoe denk jij belangrijk te kunnen zijn voor het team? Ja, met mijn creativiteit denk ik. Want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. En ik weet ook mijn eigen kwaliteit. Ik moet zeg maar, mensen bedienen zeg maar, en iets creatiefs in het spel zetten. En dat ging tegen ADO, daarna ging het goed. En hopelijk zondag weer tegen Twente. Met FC Twente treft PEC Zwolle een ploeg uit het linker rijtje. Het team van oud-PEC Zwolle-assistent René Haken is met 13 punten uit 8 wedstrijden uitstekend begonnen aan de competitie. Er is natuurlijk binnen die club heel veel gebeurd. En dan moeten ze de eerste thuiswedstrijd thuis tegen Excelsior en die verliezen ze. Ja, toen kraakte het denk ik even, maar ze hebben zich heel goed hersteld. Met een hele jonge en allemaal gehuurde voorhoede. Met een topscorer erbij, die moeten we echt in de gaten houden. En de vrije trappen nu Ziyech weg is, die zijn nog steeds gevaarlijk met Ünal en met Yeboah als linkspoot. Ja, en... Ja, wat ik als liefhebber nog wel eens heb, is dat ik vind het zo mooi als Mokotjo goed voetbalt. Dus daar moeten wij voor zorgen dat zondag niet zo is in ieder geval. Nee, ze hebben zich heel goed hersteld, vind ik. Want als zij in de middenmoot meedraaien, dan denk ik dat ze het heel goed doen na wat er allemaal gebeurd is. Ik heb ze eigenlijk niet veel zien spelen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze hebben wel wat kwaliteit ingeleverd natuurlijk. Maar ik denk dat ze wel een goed voetballende ploeg hebben. Ik denk een beetje gelijkwaardig aan ons. Alleen wij hebben een stuk minder punten als zij. En we moeten gewoon laten zien zondag dat wij niet alleen even goed zijn, maar gewoon dat we punten gaan pakken. Wij halen nog niet alles uit ons team en alle individuen. En dat heeft te maken met fysieke dingen. Dat heeft te maken met vooral heel veel talent. Maar nog niet zo ervaring in de Eredivisie. Ik moet zeggen, dat is bij Twente is dat precies zo. Dus wat dat betreft zullen we zondag zien wie van de jeugdigen, van de talenten, in die wedstrijd zich het beste toont. En ja, ik denk dat de kwaliteiten van Twente en PEC gewoon heel dicht bij elkaar liggen. Dus mogelijkheden, waar liggen ze? Wij moeten gewoon laten zien dat wij gewoon een goed elftal hebben, wat gewoon middenmoot Eredivisie waardig is. En ja, dat zie je af en toe wel, maar in de eerste 8 wedstrijden nog te weinig. Maar er liggen kansen in Twente. Ik denk in de kansen. Ik denk dat als wij effectief zijn in de kansen, dan denk ik wel dat we een grote kans maken om te winnen. Maar als je die kansen niet maakt, dan wordt het gewoon moeilijk. Ook bij Twente, ook bij een andere ploeg.